Ik ben Alexander de Graaf. Ik werk als internist-oncoloog hier bij het UMC Utrecht, bij de afdeling medische oncologie. En daarnaast werk ik ook als hospicearts bij Hospice Demeter in de Bilt. En ik wil het met jullie hebben over het stervensproces. Een onderwerp wat in het curriculum eigenlijk nauwelijks aan bod komt. Maar waarvan er een grote kans is dat jullie daar in de loop, in ieder geval van je co-schappen, maar zeker ook in je verdere werkende bestaan mee te maken zult hebben. En natuurlijk ook in je persoonlijke leven. Wat ik met jullie wil bespreken is, ik wil eerst kort even de epidemiologie weergeven, de sterfte in Nederland. Dan wil ik, en dat is eigenlijk het grootste deel van het college, samen met jullie stilstaan bij hoe mensen nou eigenlijk doodgaan en waarom ze doodgaan. En dan wil ik afsluiten met een paar opmerkingen over de zorg in de stervensfase. Dit college wordt opgenomen voor onderwijsdoeleinden. Dus dat betekent dat als jullie dingen zeggen, dat ik ze altijd even zal herhalen, anders komt het niet door in het geluid. Nou, zoals gezegd, eerst de epidemiologie. Hoeveel mensen gaan er dood in Nederland? Iets meer dan 150.000 per jaar. En van belang voor het onderwerp waar we het over hebben is de vraag of het een verwacht of een onverwacht overlijden is. Bij onverwachte overlijdens moet je denken aan verkeersongelukken, suïcide, plotselinge hartdood en dat soort zaken. Dan zie je de dood niet aankomen. Dus daar gaat er ook geen traject aan vooraf. En dan kun je dus eigenlijk niet over palliatieve zorg spreken. Nou, geschat wordt dat ongeveer 20% van de mensen onverwacht overlijdt. En dan hou je dus 80% over, ruim 120.000 mensen waarvan je het sterven ziet aankomen. En als je dan kijkt naar de ziektes, dan staat kanker met stip bovenaan. En op plek 2, en dat is echt aan het oprukken, dat is dementie. Er gaan steeds meer mensen dood met dementie. En dat brengt me ook gelijk even in een opmerking van waar gaan mensen nu eigenlijk dood aan? Daar gaan we het straks over hebben. Maar aan kanker kun je doodgaan, aan dementie ga je niet dood, maar aan complicaties daarvan. Dan volgt CVA, nadat er dus gecorrigeerd is voor de acute sterfte. Coronaire hartziektes, met dezelfde opmerking, hartfalen en COPD. En als je dat optelt, dan kom je lang niet op die 121.000, want er zijn natuurlijk nog een hoop aantal andere ziektes waar je aan kunt komen te overlijden, maar die zijn zeldzamer. De gemiddelde leeftijd van overlijden in Nederland in 2015 bedroeg 78 jaar. En als je kijkt waar mensen overlijden, dan overlijdt iets meer dan een derde, 36% thuis. Dat is voor veel mensen ook de gewenste plaats van overlijden. 9% overlijdt in een verzorgingshuis, hoewel ik dat woord eigenlijk niet meer in de mond mag nemen. 26% in een verpleeghuis, 22% in een ziekenhuis en 7% in een hospice. Een hospice is echt een plek waar mensen naartoe gaan om te overlijden. Met die 36% thuissterfte zitten we met een van de hoogste percentages in de ontwikkelde landen qua thuissterfte. En dat zegt denk ik iets over de kracht van onze eerste lijn. Waar hebben we het nu eigenlijk over? En ik wil jullie eigenlijk laten zien waar het over gaat. Dit is een foto uit 1912. En daarop zie je een man, Ferdinand Hotler, dat was een Zwitserse schilder. En zijn partner was een buitenechtelijke verhouding, Valentine Godet d'Arel. En hij heeft haar geschilderd. Dit schilderij dateert uit 1912, in de bloei van haar leven. Mooi schilderij, daarom laat ik het jullie natuurlijk niet zien. Maar waarom ik het laat zien is dat ze hierna ziek is geworden. En het bijzondere is dat deze man, Ferdinand Hotler, is doorgegaan met haar te schilderen in haar ziekbed, in haar sterfbed. En dat heeft geresulteerd in een indrukwekkende reeks schilderijen waarin je het stervensproces heel indringend in beeld gebracht ziet. Hier zie je haar 4 weken voor haar dood. En ik denk, jullie zullen ongetwijfeld te maken hebben gehad met sterfgevallen in het werk of privé. En zo liggen mensen erbij die nog een paar weken te leven hebben. Zwak, vermagerd, in bed. En dit is een dag voor haar sterven. En dit is niet een makkelijk proces geweest. Uitputting is iets wat je in sterfbed heel veel ziet.
Doodgaan is hard werken voor mensen. Dat is iets waar mensen zich heel erg op verkijken. Het is een zwaar proces. En wat je ook ziet is pijn. Gelukkig is dat iets wat we veel minder vaak in het sterfbed zien. Maar blijkbaar was daarvan hier ook sprake. En dit is een paar uur voor haar overlijden. Nou, je stelt je voor, niet meer aanspreekbaar. Onregelmatige ademhaling. Heel dicht bij de dood. En tenslotte nog een schilderij van na haar overlijden. Waarin je ziet hoe ongelooflijk vermagerd ze is. Wat ook onderdeel is van het stervensproces. Dus zo kan het in zijn werk gaan. En natuurlijk is ieder stervensproces weer verschillend. Maar er zitten ook heel duidelijk patronen in waar we het over gaan hebben. Maar ik wou eigenlijk even een stukje teruggaan. En dat is de vraag, hoe lang heb ik eigenlijk nou nog? Met andere woorden, het inschatten van de levensverwachting. En dat is een vraag die we krijgen van mensen. Hoe langer, hoe meer. Niet iedereen wil het weten, maar er zijn mensen die die vraag stellen. En dan heb ik twee vragen aan jullie. Als we dan een antwoord geven, waar baseren we onze schatting op? En de tweede vraag is, hoe nauwkeurig is onze voorspelling? Nou, dat is een beetje een open deur vraag, want iedereen weet dat we daar heel slecht in zijn. Maar dan is de volgende vraag, overschatten we nou vaker of onderschatten we nou vaker? Maar laten we eerst even stilstaan bij de vraag, op basis waarvan schatten wij een levensverwachting in? Wie wil daar iets over zeggen? De mate van ziek zijn. Ja, dat is denk ik een hele terechte opmerking. Dus zeg maar de lichamelijke toestand van mensen. Dat is denk ik een hele terechte opmerking. Hoe zieker ze zijn, hoe zwakker ze zijn, hoe korter de levensverwachting. Als je zo iemand in bed ziet liggen als die eerste foto van, tijdens haar ziekte, dan denk je niet deze vrouw heeft nog maanden te leven. Dan denk je eerder dat je het uitdrukt in termen van weken. Dus de lichamelijke toestand is één ding. En dat is vooral aan de orde naarmate mensen dichter bij de dood zijn. En wat is de andere factor? Soort ziekte, ja. Soort ziekte, stadium. En natuurlijk heb je dan ook met ervaring te maken, maar je hebt ook domweg met statistiek te maken. Als je te maken hebt met een vrouw waarbij de diagnose uitgezaaid mammacarcinoom wordt gesteld, dan weet je dat zo iemand gemiddeld, voor wat het waard is, 2 jaar leeft. Als iemand uitgezaaide alvleesklierkanker heeft, dan is het meer in de orde van grootte van 6 maanden. Dus dat zijn eigenlijk de 2 factoren op basis waarvan we onze levensverwachting inschatten. Dus de onderliggende ziekte en het stadium daarvan en de lichamelijke toestand van mensen. En naarmate mensen dichter bij de dood zijn, gaat die lichamelijke toestand voorspellender zijn. Maar naarmate de mensen een langere levensverwachting hebben, ja, dan zijn ze in een lichamelijke toestand. Maar daar kun je nog iets zeggen op basis van de statistiek. En daar moet je natuurlijk je reserves bij inbouwen en zeggen van niemand is een gemiddelde. Dus ook al leeft iemand met een gemetastaseerd mammacarcinoom 2 jaar, dat wil natuurlijk niet zeggen dat die vrouw voor jou 2 jaar leeft. Maar je kunt wel zeggen, het zit in de orde van grootte van een aantal jaren. En als het mee zit, kunt u er ook 5 of 10 jaar mee leven. En als het tegen zit, bent u binnen 1 jaar overleden. Dus je moet je in dat soort termen uitdrukken. Niet in termen van exacte getallen, u heeft nog 3 maanden te leven. Maar wel met een soort betrouwbaarheidsinterval. De kans dat u binnen 1 maand bent overleden is klein, maar de kans dat u over 6 maanden er nog bent is ook niet groot. Dan geef je mensen een soort globaal idee zonder al te exact te zijn. Nou, dan doe je die voorspelling en jullie laten al doorhoren dat die natuurlijk maar zelden exact klopt. En nou is mijn vraag, overschatting en onderschatting komt allebei voor. Mensen leven korter dan we denken en ze leven langer dan we denken. Zit er nu een patroon in? Komt dat even vaak voor, overschatting en onderschatting? Onderschatten we vaker of overschatten we vaker? Wat denken jullie? Het is overschatten. En ik zal u laten zien waarop dat gebaseerd is. Daar zijn studies over gedaan. Dit is een ontzettend simpele studieopzet. Want je neemt een populatie waarvan je weet dat die korte leven heeft. Dat waren heel vaak mensen die in een hospice werden opgenomen. Die een levensverwachting hebben van korter dan 3 maanden. En dan vraag je aan de behandelaar hoe lang denkt u dat de patiënt zal leven. En vervolgens kijk je hoe lang de patiënt daadwerkelijk leeft. En dan krijg je dus een curve. En de onderste curve is de curve voor de feitelijke overleving.
En de bovenste twee curves zijn de curves die bedacht zijn door de arts of voorspeld zijn. En die liggen redelijk over elkaar heen. Maar wat je ziet is dat de feitelijke overleving eigenlijk voor alle overlevingsduren onder de voorspelde overleving zit. Dus we hebben de neiging om te overschatten. En hier staat dat nog een keer. Dit is een meta-analyse, inmiddels alweer uit 2003. En ook de afzonderlijke studies gaven aan dat de voorspelde levensduur korter was dan langer was dan de feitelijke. En als je dat uitdrukt in mediane overleving, dan was de mediane feitelijke overleving 29 dagen. En de mediane voorspelde overleving 42 dagen. Dus gemiddeld zaten we er 13 dagen naast, zeg maar een derde. En nogmaals, het komt allebei voor. Grove overschattingen komt ook voor. Grove onderschattingen komt ook voor. Maar dit is iets wat veel vaker voorkomt. En wat ook opvallend was, is hoe groter de feitelijke overleving, hoe groter de discrepantie. Dus anders gezegd, we kunnen de dood beter voorspellen dan het leven. Dus we kunnen het sterven redelijk goed voorspellen, dat denk ik ook echt. Ik wil niet zeggen dat we er nooit naast zitten, maar dat is echt een uitzondering. Maar als mensen een levensduur hebben die je uitdrukt in maanden of een jaar of twee jaar, dan wordt het aanzienlijk moeilijk om daar een voorspelling over te doen. En je kunt je natuurlijk afvragen, wat is nou de basis dat we de neiging hebben om te overschatten? Nou, misschien willen we mensen besparen. En blijven maar een beetje aan de veilige kant. Dat zou een theorie kunnen zijn. Maar wat denk ik ook wel een rol speelt, is dat je toch, je kijkt naar die lichamelijke toestand. En je verkijkt je, denk ik, als arts snel op wat voor toestand er mensen aan toe zijn. Het hangt ook wel van de ziekte af, moet ik zeggen. Bij kanker is het de overleving aanzienlijk beter te voorspellen dan bij COPD of hartfalen. Die zijn echt notoor moeilijk in te schatten. Maar ik denk ook dat we als dokters ons verkijken op de lichamelijke toestand van mensen, omdat we ze niet van uur tot uur meemaken. Dus als je naar het inschatten van een levensverwachting vraagt, dan zijn eigenlijk verpleegkundigen, als het gaat om een patiënt die verzorgd wordt door verpleegkundigen, verpleegkundigen kunnen denk ik beter inschatten, omdat ze beter zicht hebben op de lichamelijke toestand. Dat geldt natuurlijk niet voor mensen die nog lang te leven hebben, want die zijn niet in zorg. Maar juist in het hospice, zal ik maar zeggen, kijk ik vooral de kant van de verpleegkundige op als we bespreken van hoe lang we denken dat iemand nog te leven heeft. Nou wil ik met jullie wat langer stilstaan bij de terminale fase of de stervensfase. En misschien eerst maar even het begrip terminale fase. Wat verstaan jullie daaronder? Het probleem is dat iedereen dit op zijn eigen manier inkleurt. En er zijn zeker mensen die zeggen terminale fase, die inderdaad die periode van 3 maanden aanhouden die jij ook beschrijft. Voor mij, en er zijn ook mensen die zeggen de terminale fase is aangebroken als je ongeneeslijk ziek bent en weet dat je komt te overlijden. Dus daar kan je bij wijze van spreken ook nog 6 of 12 maanden te leven hebben. Ik vind dat heel verwarrend. Voor mij is terminale fase en stervensfase hetzelfde. Maar er is geen officiële definitie van terminale fase. En de boodschap die ik jullie met name wil meegeven, is als mensen zeggen ik ben terminaal of een patiënt is terminaal, vraag dan wat die persoon daarmee bedoelt. Of dat betekent dat die patiënt stervende is, of dat hij nog een paar maanden te leven heeft, of dat hij ongeneeslijk ziek is en zal komen te overlijden op een onbekende termijn. Dus een vaste definitie van de terminale fase is er niet. Ik heb hier boven de dia gezet de terminale fase en misschien had ik daar beter kunnen zeggen de stervensfase. Want ik denk dat het begrip stervensfase veel minder discussie oproept. Dat is echt de laatste dagen, zeg maar, hooguit 1 tot 2 weken voor het overlijden. Dat noemen we de stervensfase. En dan is natuurlijk de vraag, op basis waarvan denken we nou dat iemand stervende is? Anders gezegd, wat zijn de tekenen van de naderende dood? Wat zijn de observaties die we doen aan mensen op basis waarvan we denken dat de stervensfase is aangebroken? Uitputting? Ja. Zeker. Dat is absoluut
Dus de uitputting is een beetje een subjectieve ervaring. Wat we zien is dat mensen zwak zijn, in bed liggen en daar niet meer uitkomen. Zoals die vrouw ook daar 4 weken lag. Ja, je weet natuurlijk niet wat ze nog voor fysieke activiteit doet. Maar je ziet gewoon dat ze daartoe niet meer in staat is. Dus toenemende zwakte. En inderdaad ook een subjectief gevoel van uitputting, absoluut. Terminaal delier, ja. En dat is zeker een aanduiding dat de dood heel dichtbij is. Natuurlijk kan een delier ook eerder optreden. Maar in het sterfbed en met name in de laatste 24 uur zie je heel vaak delier. In alle varianten, dat hoeft helemaal niet erg te zijn, het kan het wel zijn. Maar een delier is absoluut een teken van de naderende dood. En wat nog meer? Onregelmatige ademhaling. Hoe heet dat? Jane Stokes. Ja. Klopt. Marmering. Ja. Het is een veranderde kleur van met name de armen en de benen. Ze noemen het ook wel lijkvlekken. Hè? Daar worden verschillende termen voor gebruikt. Dat mensen niet meer eten of drinken, dat klopt. In welke volgorde gaat dat? Gaat dat tegelijkertijd? Houden ze eerst op met eten en dan met drinken of net omgekeerd? Ja, dat klopt. Het stoppen met eten is vaak het eerste teken van de naderende dood. En dan markeer je meestal nog niet echt de stervensfase. Maar dat zit zo in de weken voor het sterven. Terwijl het stoppen met drinken eigenlijk veel later optreedt. Dat is echt meer in de laatste dagen. Dus daar zit absoluut een bepaalde volgorde in. Wat kun je voor waarnemingen doen aan een patiënt? Dus ingevallen gezicht, de facies Hippocrati noemen ze dat ook wel. En we hadden het net over gebrek aan eetlust. Maar wat je ook in de laatste weken heel sterk ziet, is een sterk gewichtsverlies. En dat heeft doordat je dus vet verliest in je gezicht, valt het in. En misschien dat dehydratie door het niet drinken, en dat dat ook nog een rol speelt. Dus ik vind het ook een moeilijk te duiden symptoom, maar het heeft, ja, denk ik wel te maken met gewichtsverlies en met niet meer drinken. Misschien moeten we even stilstaan bij die marmering in dat ingevallen gezicht, maar die marmering, waar heeft dat mee te maken? Verminderde circulatie, precies. Daar wil ik ook naartoe. Want wat zijn andere uitingen van verminderde circulatie in de stervensfase? Koude ledematen, precies. Dus simpel voelen of mensen koude handen of voeten hebben. Of ze nog een pols voelen of niet. En wat is een andere uiting van de circulatie? Wat zei je? Tachycardie, klopt. Ja. Dus je hebt een moeilijk voelbare pols en een snelle pols. Verminderde urineproductie, precies. De patiënt die gaat overlijden, die nog veel plast, dat is echt wel een grote uitzondering. Ik heb het even voor alle duidelijkheid, we hebben het niet over acute overlijdens. Hè. We hebben het over voorspelde overlijdens. En dan zie je dus dat mensen steeds slechter gecirculeerd worden. En dus koude handen en voeten krijgen. Daardoor krijgen ze ook die lijkvlekken en ze gaan minder plassen. Dus simpele dingen als het voelen van de pols, het voelen van de temperatuur van de handen en de voeten en kijken of er urineproductie is, dat zegt je echt wat. Oké, dan gaan we even terug naar die Jane Stokes ademhaling. Hoe ontstaat die? Centraal geregeld, precies. Dus dit heeft niks met de longen te maken. En waarom zou de centrale regulatie ophouden? Waar zou dat door komen? Doordat de circulatie van de hersenstammen afneemt. Dus wat je ziet is dat in het stervensproces de circulatie afneemt, mensen worden zwakker, de circulatie, ze worden bedlegerig, ze houden eerst op met eten en dan met drinken en dan krijg je allerlei uitingen van een verminderde circulatie, zwakke pols, koude ledematen, afgenomen urineproductie en uiteindelijk een verminderde cerebrale doorbloeding. Dat is ook de oorzaak van het terminale delier. Dat noemen ze ook wel hersenfalen. En wat het allerlangst intact blijft, is de circulatie van de hersenstam. Want daar zitten je vitale functies. Daarom is die Jane Stokes ademhaling ook het allerlaatste teken van de dood. Hey, dat is
Als mensen Chain-Stokes ademhalen, dan zijn ze vrijwel altijd binnen een aantal uren tot een dag overleden. Uitzonderingen daar gelaten, maar... Dus dat is het meest betrouwbare criterium voor een overlijden op korte termijn. En het betekent dat de hersenstam niet meer adequaat gecirculeerd wordt. Mensen krijgen eerst een Chain-Stokes ademhaling en houden vervolgens op met ademen. Belangrijk ook is om dit te communiceren, niet naar de patiënt, want die merkt daar niets meer van op het moment dat mensen een Chain-Stokes ademhaling hebben, dan zijn ze al lang niet meer aanspreekbaar. Maar het is voor de familie belangrijk. Want wat jij ook uitspreekt van er is wat mis met de longen, misschien denken mensen wel dat ze last hebben van kortademigheid. En dat is niet waar, het is gewoon de ademhaling die het opgeeft. Dus in de voorlichting aan met name de naaste van de patiënt, vertel dat een delier vaak voorkomt als ze daar tekenen van hebben. En vertel ze vooral dat de ademhaling onregelmatig kan worden. En als dat gebeurt, dat dat niet betekent dat de patiënt daar last van heeft, maar wel betekent dat het overlijden op hele korte termijn te verwachten is. Want wat er dan volgt, is uiteindelijk een ademstilstand en secundair daaraan een circulatiestilstand. En dat is dus het stervensproces. Dat is ook waarop basis waarvan we in de laatste weken denken dat voorspellen dat een patiënt nog maar een paar weken te leven heeft. En waarin we dan ook, zoals we dat noemen, de stervensfase markeren. Dat we met z'n allen constateren dat het overlijden binnen een paar dagen te verwachten is. En dat doen we op basis van deze tekenen. Nou, dat is het laatste stukje. En dat noemen we ook wel de final common pathway. Dat staat ook boven de dia. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat het in die allerlaatste week eigenlijk niet meer afhankelijk is of mensen nou doodgaan aan kanker, aan COPD, aan hartfalen of aan ALS. Dat laatste stukje ziet er bij iedereen grotendeels hetzelfde uit. En daarom praten we wel over de final common pathway. Dus of je nu doodgaat aan hartfalen of aan AIDS of aan ALS of met een dementie of aan kanker. Dat laatste stukje ziet er bij iedereen min of meer hetzelfde uit. Ik denk dat mensen ophouden met drinken omdat ze doodgaan en niet het omgekeerde. En voor het eten geldt overigens precies hetzelfde. In die proces van het sterven, waarvan we de pathofysiologie eigenlijk heel slecht weten, daar is inherent aan dat mensen eerst ophouden met eten en daarna ophouden met drinken. Dus ik denk dat het een gevolg is en niet een oorzaak van het overlijden. En dat is ook belangrijk, ook in de discussie over wel of niet vocht in het sterfbed. Ik zal daar straks nog kort iets over zeggen, maar in principe heeft dat geen enkele functie. Het ophouden met achtereenvolgens eten en drinken is inherent aan het stervensproces. En dat moet je en kun je niet beïnvloeden met achtereenvolgens voeding en vocht. Nou, dat is het laatste stukje. Om nog even te laten zien in termen van onderzoek, wat verschuift er nou aan symptomatologie in de stervensfase? Laat ik jullie de prevalentie van een aantal symptomen zien in de laatste weken tot maanden versus de laatste 1 tot 2 weken. Dus zeg maar de stervensfase. En wat je dan ziet, en dat is wat we eigenlijk net beschreven hebben, dat de vermoeidheid sterk toeneemt, het woord uitputting is gevallen, dat de pijn, interessant genoeg, afneemt. Waar mensen erg bang voor zijn is om met veel pijn dood te gaan. En ik wil niet zeggen dat dat niet voorkomt, maar ik wil wel zeggen dat de kans op pijn in het sterfbed aanzienlijk lager is dan in de periode daarvoor. En dat kun je dus ook tegen mensen zeggen, als ze zeggen ik ben bang om met veel pijn dood te gaan. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor. Nou, je kunt dus dat goede vraag, hoe komt dat nou eigenlijk dat dat pijn minder vaak voorkomt? Misschien wordt het beter behandeld. Ik hoop dat dat niet waar is, eerlijk gezegd, maar het zou een rol kunnen spelen. Ik denk zelf, maar dat is een theorie, dat het ook te maken heeft met het feit dat heel veel pijn houdings- en bewegingsgerelateerd is. En mensen in het sterfbed, die liggen stil, die bewegen niet meer, die komen al helemaal niet uit bed. Dus een belangrijke uitlokkende prikkel voor hun pijn, die treedt niet op. En misschien is het ook wel zo dat door de toenemende sufheid mensen minder pijn ervaren. Dus je kunt er een aantal theorieën bij bedenken, maar een harde uitspraak daarover zou ik niet kunnen doen. Ja. Nou, ik denk, je vraag is, kunnen ze het wel aangeven? Mensen kunnen non-verbaal ook pijn aangeven.
Dus ik denk dat als mensen echt pijn hebben, ook al zijn ze niet meer in staat om te spreken, dat we daar toch wel een idee over hebben. Want mensen worden onrustig van pijn die niet goed onder controle is. Nou, zwakte neemt toe. De anorexie neemt niet toe. En daarvoor zie je dus ook dat die anorexie eigenlijk al optreedt voor de stervensfase. Maar gewichtsverlies, ik noemde het net al, neemt dramatisch toe in de stervensfase. En je ziet vaker sufheid en je ziet vaker verwardheid. En dat heeft alles te maken met een verminderde cerebrale doorbloeding en het optreden van een delier. Dat laatste stukje, dat noemen we de final common pathway. Dat is behoorlijk overeenkomstig voor mensen met verschillende ziektes, maar het stukje daarvoor niet. Wat maakt nou dat mensen doodgaan? Hoe is dat traject in de laatste maand? En waar komen mensen nou eigenlijk aan te overlijden? Oké. Nee, goed, dus orgaanfalen noem je als een oorzaak. Dat is denk ik heel terecht. Nou, laten we de organen even langslopen. Laten we beginnen met het hart. Ja, dus mensen krijgen dan verminderde circulatie van andere organen en komen te overlijden. Met andere woorden, mensen kunnen doodgaan aan hartfalen, aan decompensatio cordis. Ja. Waar gaan mensen met hartfalen nog meer dood aan, denk je? Ja, longoedeem is, dat beschouw ik als een uiting van hartfalen, hè? En nierfalen natuurlijk ook, dus dat is wat mij betreft zit in hetzelfde scenario. Maar er is een andere belangrijke doodsoorzaak bij mensen met hartfalen. Acute hartdood. En hoe ontstaat dat? Ritmestoornis. Of natuurlijk een acuut hartinfarct. Eén van de twee. Acute hartdood is ritmestoornissen of acuut infarct. Dat kan natuurlijk ook bij mensen met hartfalen. Dus als mensen met hartfalen je vragen van hoe ga ik dood, dan zijn dit de dingen die je kunt benoemen. Met die ritmestoornissen doen we tegenwoordig ons uiterste best om te voorkomen dat mensen een fatale ritmestoornis krijgen, want we kunnen ze een ICD geven. Dus een van de discussies in de laatste weken van het leven bij iemand met een ICD is het uitzetten van het ICD. Ook om te voorkomen als iemand toch overlijdt dat die ICD een schok gaat afgeven. Dat is echt een scenario wat je niet wil meemaken. Oké, dus we hebben hart gehad, long, hypoxie, ja, en wat nog meer? Maar wat gebeurt er nog meer? Je hebt zuurstoftekort en je hebt hypercapnie. En dat noemen we dus gewoon dat mensen doodgaan aan een respiratoire insufficiëntie. En wat gebeurt er dan? Mensen door de koolzuurstapeling worden mensen toenemend suf en komen uiteindelijk te overlijden. Dus daar ligt echt het probleem eerst bij de longen en dan bij het hart. Wie gaan er dood aan een respiratoire insufficiëntie? Bij welke ziektes heb je het dan over? COPD, ja. Hoe zit het bij kanker? Klopt, dus je zegt van als mensen hele uitgebreide uitzaaiingen hebben en daardoor kunnen ze uiteindelijk verminderde longfunctie hebben. Dat is een grote uitzondering. Dus als mensen uitzaaiingen in de long hebben, dan kun je tegen ze zeggen, het is een grote uitzondering dat u daaraan zult komen te overlijden. Want dan moet u zo massaal uitgezaaid zijn, dat komt maar zelden voor en meestal bent u in de tussentijd aan iets anders overleden. Ja, zo zeg ik het natuurlijk niet, hè, maar dat is even de boodschap. Hoe kunnen mensen respiratoire nog meer doodgaan? Wat zijn nog meer respiratoire oorzaken van overlijden? Behalve een respiratoire insufficiëntie. Waar zijn mensen die kortademig zijn bang voor? Om te stikken. Ja. Wat zeg je tegen mensen als ze zeggen ik ben bang om te stikken? Oké, wat versta jij onder stikken? Obstructie, heel goed. Waarvan? Van de hogere, van de grotere luchtwegen. En met wat voor beeld gaat dat gepaard? Acuut, precies. Dus dat is buitengewoon beangstigend. En gelukkig is dat iets wat maar heel weinig voorkomt. En ook dat, er zijn mensen die hebben die angst heel vaak, die zijn kortademig. En die zeggen, ik ben bang om te stikken. Wat je eerst moet doen is exploreren wat zij onder stikken verstaan. Als ze inderdaad hetzelfde eronder verstaan wat jij en ik eronder verstaan, namelijk een min of meer acuut proces waarbij mensen door een luchtwegobstructie acuut heftig benauwd worden en komen te overlijden, dat komt buitengewoon weinig voor. Maar soms zeggen mensen ook met stikken, ja ik word toenemend kortademig en dat is op een gegeven moment voor mij niet meer vol te houden. Ja, dat is niet wat ik onder stikken versta, want dat is het beeld van een respiratoire insufficiëntie. En dan moet je met mensen bespreken of dat een reëel scenario is of niet. En in heel veel gevallen is dat gelukkig niet een reëel scenario. Ook dat niet.
Maar in sommige gevallen weer wel. En ja, dan het enige wat je dan kunt doen is het scenario schetsen. Dat je zegt van, in uw geval, dus als je iemand hebt met een COPD, met ernstige longfunctiestoornissen. In uw geval zou het kunnen zijn dat uw longen het geleidelijk aan steeds meer op gaan geven. Dat u een zuurstoftekort ontwikkelt. Dat u uiteindelijk koolzuur gaat stapelen en suf wordt en komt te overlijden. En wij zullen ons uiterste best doen om die kortademigheid zoveel mogelijk te verlichten. En dan kun je ook, als dat in het gesprek aan de orde moet komen, de mogelijkheid van palliatieve sedatie bespreken. Als het voor u niet te vol te houden zou zijn, dan kunnen we u in het allerlaatste stukje voor de dood in slaap brengen om dat niet meer bewust mee te hoeven maken. Dat zijn natuurlijk wel angstige scenario's. Aan de andere kant geef je mensen ook wel het gevoel dat je je uiterste best doet om hun klachten en hun lijden zoveel mogelijk te verlichten. En uiteindelijk ook misschien wel te grijpen naar palliatieve sedatie. Goed, we hebben de longen gehad. De nieren. Hoe gaat iemand dood met een uremie? Met een terminale nierinsufficiëntie? Wat gebeurt er als je de dialyse stopt bij iemand? Dit is het meest voorspelbare sterfscenario. Als je stopt met dialyse, voor de meeste mensen geldt dat ze binnen 1 à 2 weken zijn overleden. Dat ze de eerste dagen daar helemaal niets van merken. Dan inderdaad toenemend suf worden. Dus dat woord encefalopathie is wel op zijn plek. En over het algemeen wordt gezegd, en dat is mijn ervaring ook wel, dat de uremische dood een milde dood is. En dat kun je ook heel goed tegen mensen zeggen. En dat speelt in je besluitvorming dus van wil ik nu dialyse stoppen of niet. Met andere woorden, wil ik doorleven of niet. Ja, dan kun je dus ook geven hoe dat sterfscenario er waarschijnlijk uit zal zien. We hebben natuurlijk ook middelen, dat gaat over de dialysepatiënt. In de oncologie hebben we natuurlijk ook middelen om die nierinsufficiëntie. Mensen komen soms opeens met een creatinine van 400 en blijken dan een dubbelzijdige ureterobstructie te hebben. En dan heb je een keuze. Want dat is een probleem wat we kunnen oplossen met een nefrostomiekatheter of een dubbel J-stent. Maar dan ga je eerst met mensen in gesprek van we kunnen dit probleem technisch oplossen, maar wil u dat ook? Wilt u verder leven met de kwaliteit van leven die u nu hebt? Dus daar heb je, dit is nou zo'n sterfscenario wat je kunt beïnvloeden. Net zo goed als je het sterfscenario van een ritmestoornis kunt beïnvloeden met een ICD. Dus daar hebben we mogelijkheden om te voorkomen dat mensen daaraan gaan overlijden. Maar dan is natuurlijk wel de vraag of dat ook gewenst is door die mensen. Dus daar moet je met mensen over in gesprek. Dat is advanced care planning. De lever. Hoe gaan mensen dood met leverfalen? Wat is daarvan het eerste signaal? Icterus, ja. Dus als iemand met een levercirrose of met uitgebreide levermetastase geel wordt en je hebt een galwegobstructie uitgesloten, dan kun je ervan uitgaan dat er sprake is van leverfalen. En leverfalen leidt binnen enkele weken tot de dood. Met het scenario van hepatische encefalopathie. En dat is in het algemeen ook een redelijk milde wijze van sterven. Gaat meestal niet met veel pijn gepaard. Mensen worden geel. Op het moment dat ze geel worden, kun je dus ook met ze bespreken dat dat betekent dat de lever het aan het opgeven is. En dat ze waarschijnlijk niet meer lang te leven hebben. En dat je verwacht dat ze toenemend suf zullen worden. En dat de kans groot is dat ze rustig komen te overlijden zonder veel pijn. Eigenlijk, we hebben nu het grootste gedeelte van de organen gehad. De hersenen missen we nog. Dus waar gaan mensen dood aan met primaire hersentumoren of met uitgebreide hersenmetastase? Ja, dat is een ontzettend beangstigende term. Ik weet niet wat je onder inklemming verstaat. Dat is iets waar mensen heel erg bang voor zijn. Dat is zo'n scenario waar mensen denken van heftige hoofdpijn en heftig braken. Nou, dat is gelukkig een grote uitzondering. Of inklemming altijd met die verschijnselen gepaard gaat, dat vraag ik me af. Dus het kan best zijn dat inklemming een veel voorkomend probleem is, maar die heftige uitingen daarvan, die zijn veel meer uitzondering dan regel. Dus wat je ziet is dat mensen eigenlijk heel lang redelijk stabiel zijn en dan op een gegeven moment, dan worden ze inderdaad, ontwikkelen ze in snel tempo bewustzijnsverlies en komen ze heel vaak rustig te overlijden zonder al die akelige tekenen van inklemming. Nou, we hebben zeg maar de organen gehad,
We hebben al iets gezegd over complicaties. Ja, je had een vraag. De vraag is, waar komt iemand met een pancreascarcinoom aan te overlijden? Nou, ik ben blij dat je die vraag stelt, want dat brengt mij op een scenario waarvan ik denk dat dat het allerbelangrijkste sterfscenario is. Dus ik kaats de vraag even terug. Waar denk je dat deze patiënt aan gaat overlijden? Hoe denk je dat dat in zijn werk zal gaan? En het pancreascarcinoom, is dat een scenario waarbij je dat nog vaker ziet dan bij andere ziektes? Heb je daar een idee over? Dus galwegobstructie, zeg je, dat is natuurlijk iets anders dan leverfalen. Het probleem is dat we heel lang kunnen oplossen. Daar gaan mensen niet vaak dood aan. En als ze doodgaan, is het niet zozeer aan de galwegobstructie zelf, maar aan de cholangitis die daar dan het gevolg van is en waarbij je dan kiest om die cholangitis niet te behandelen. Dus dat zou een scenario kunnen zijn. Kan je nog andere dingen bedenken of kunnen anderen nog andere dingen bedenken? Ik ga even terug naar deze patiënten. Waar is die aan dood gegaan? Hoe is die dood gegaan? Want die heeft geen orgaanfalen gehad. Toch is ze dood gegaan. Op een manier die best vaak voorkomt en die ook het voorland is van die patiënt met het pancreascarcinoom. Niet meer eten, uitputten. Hoe heet dit syndroom? Het anorexie-cachexie-syndroom. We noemen het ook wel metabool falen. Heeft iets met cytokineproductie te maken. De pathofysiologie daarvan is niet echt goed bekend. Maar heel veel mensen gaan op die manier dood, zoals die vrouw. En bij mensen met het pancreascarcinoom zie je dat nog vaker. Dus in de laatste weken zie je dat er een soort metabole ontregeling optreedt, waardoor mensen minder gaan eten, in bed komen te liggen, ophouden met drinken en komen te sterven. Dat is het meest voorkomende sterfscenario. Dat is die final common pathway. Die in hoge mate onafhankelijk is van de onderliggende ziekte. En je ziet het toevallig bij het pancreascarcinoom nog wat vaker. Dus dat is een heel aannemelijk sterfscenario voor die patiënt met het pancreascarcinoom van jou. Nou, ik zou hier nog veel meer over kunnen zeggen, maar ik ben al over tijd. Dus ik ga afsluiten met deze dia. Wat zijn sterfscenario's, wat kun je met mensen bespreken? Nou, meest voorkomende scenario, onafhankelijk van de onderliggende ziekte, het anorexie-cachexie-syndroom, metabole fase, falen. We hebben het gehad over alle vormen van orgaanfalen. Die kun je zien bij patiënten met kanker, maar je kunt ze natuurlijk ook zien bij mensen met een nierinsufficiëntie, met hartfalen, met COPD. Acute complicaties hebben we niet allemaal genoemd. De longembolie is nog echt een belangrijke. De ritmestoornis. Het stikken, dus de luchtwegobstructie. Ja, mensen kunnen ook doodgaan aan een hartinfarct of een CVA. En dan zijn er nog twee keuzes die mensen zelf maken. Dus dat is niet natuurlijk overlijden, maar dat is een beslissing die mensen zelf nemen. En jullie weten natuurlijk allemaal van euthanasie. Het zelfgekozen levenseinde. Weten jullie hoeveel mensen in Nederland overlijdt aan een euthanasie? 5%. Dus 1 op de 20 mensen in Nederland overlijdt aan euthanasie. Dat is best veel, hè? En dan is er nog een ander scenario wat ik heb toegevoegd. En dat zijn de mensen die niet terminaal ziek zijn, die niet in aanmerking komen voor euthanasie of dat niet willen, maar die wel willen sterven en die het heft in eigen hand nemen, stoppen met eten en drinken. En dat is dus ook een scenario. Het is eigenlijk het enige scenario, samen met de euthanasie, waarin mensen zelf het heft in handen nemen. En zeggen, ik wil zo niet verder leven, ik kan of ik wil geen euthanasie krijgen. En dus kies ik ervoor om te stoppen met eten en drinken. En zeker als je 70 jaar of ouder bent, dan, en je bent daar heel consequent in, dan komen de meeste mensen binnen 1 à 2 weken te overlijden. Dus dat is ook een sterfscenario. Goed, ik wil het hier bij laten. Er zijn nog een paar dia's over zorg in de stervensfase, maar ik vond het eigenlijk veel interessanter en leuker om met jullie stil te staan bij hoe mensen nu eigenlijk doodgaan. Dus ik hoop dat jullie daar wat meer beeld van hebben gekregen dan jullie hadden voordat jullie met college begonnen. Dank voor jullie aandacht.